Welkom bij de Zeeuw van Vlaanderen, die zich vandaag afspeelt rondom het kanaal van Gent naar Terneuzen. Bijna 70.000 schepen passeren hier jaarlijks deze zeesluis van Terneuzen, ook wel het portaal van Vlaanderen genoemd. Je kan hier een kijkje nemen achter de schermen en met een deskundige gids op ontdekkingstocht gaan. Hoe vaar je veilig vanaf de Westerschelde naar Gent? Hoe wordt een binnenvaartschip of een zeeschip door een sluis geloodst? Welke bedrijven zorgen voor 20% van de Zeeuwse werkgelegenheid? Wij gaan aan boord en gids Joost de Bakker geeft uitleg. We nemen de mensen mee op een vaarttocht hier vanaf het portaal tot aan de werf van Hoornart. Dat is het interessantste gedeelte van het kanaal. We kunnen er van alles over vertellen, de diepgang, de lengte van het kanaal, wat er vaart. En het stuk tussen Terneuzen en Sluiskeel, daar zit de meeste industrie. Na Sluiskeel krijg je een stuk, is vrij eentonig, heb je aan weerskant de landbouw. Dus dat stuk, veel bedrijven waar we iets van kunnen vertellen. Maar ook van de scheepvaart die we tegenkomen, van de twee beweegbare bruggen die we hebben op het kanaal. Het pontje van Sluiskeel is de vervanging van de Ingenieur Leliebrug. Dan zou je zeggen, hoe komt er in Sluiskeel een Ingenieur Leliebrug? Dat was de droogmaker van de Zuiderzee, de peetvader daarvan, zo je wilt. Die hebben ze geëerd door in Sluiskeel, heel ver weg van de Zuiderzee, een brug naar hem te vernoemen. Maar die brug lag slechts een meter boven water. Ja, dat was voor alle vaart, zelfs voor een kano wel eigenlijk, hè, dan moest je al bukken. Dus toen hebben ze gezegd, jongens, die brug moet zeker al weg. Het kanaal moet trouwens 75 meter breed, het is nu 150 meter. Het Nederlands gedeelte, België is veel breder, hoor. Die hadden meer vooruitziende blik. Toen zeiden ze, ja, we gaan wat nieuwe wegen aanleggen voor het verkeer. De hoofdstroom willen we niet meer door die dorpen, door Sluiskeel, langs die fabrieken. De brug is 1200 meter opgeschoven in noordelijke richting. En toen hadden ze het volgende probleem. Wat moet er onder doorvaarthoogte worden? Die hebben ze toen vastgesteld op 7 meter. Dat was al de eerste fout. Want Rijnvaart onder doorvaarthoogte is 9 meter. De brug in Sluiskeel, zowel als die in Sassfenheim, moeten dus ellendig veel draaien voor de nieuwe binnenvaartschepen. Iedereen die een beetje belangstelling heeft, veel oud binnenvaartschippers ook, hoor, die met pensioen zijn, maar ook mensen uit Limburg. Die zeggen, goh, ja, we hebben de Maas voor de deur, maar dit is toch wat anders. Dit is een zeekanaal, hè? We komen hier op kanaalschepen van 265 meter tegen. Daar varen we een meter of 30 of 20 langs. Hè. Ze zeggen, wat zijn die dingen van kortbij groot? Dat is ook waar. Als je op de dijk staat en je ziet een zeeschip voorbij komen, of je passeert hem op 20 meter afstand. Dat is een verschrikkelijk verschil in grootte. Terneuzen is de tweede haven van Nederland met 70.000 passerende schepen, variërend van grote tankers en containers tot allerlei formaten binnenvaartschepen. Drie grote sluizen. We hebben een zeekanaal waar 14 meter water in staat, waar schepen van 265 meter varen. Hier is wat te zien. Je mag in de basculekelder gaan kijken, 18 meter diep. Nou is het wel jammer, want nu hebben we hydrauliekaandrijven, maar vroeger hing dat met een tandwielbaan. Dan zag je heel die tandwielen zijn, dan hing dat dubbel draaien. Dat was heel interessant, nou worden alleen maar pompen janken. Het sluizencomplex en het kanaal van Gent naar Terneuzen is een belangrijke verbinding met België, die doorloopt tot diep in Frankrijk. Dat wordt een heel belangrijke Noord-Zuid verkeersader. En zeker als je kijkt wat kan je aan files van de weg halen. Want dat is gewoon het stokpaardje van de binnenvaart, hoor. Wij met onze binnenvaartschepen per tonkilometer veel goedkoper dan vrachtvervoer. Geen files. Het is de toekomst, zou je zeggen. Nog niet iedereen gelooft dat. De vaarttocht doe je eigenlijk pas achteraf. Eerst moet je langs het informatiecentrum en daar krijg je een film te zien over het sluizencomplex en de havenactiviteit. En verder beleef je de maritieme wereld van de Westerschelde met een tentoonstelling over wrakkenopruiming. Maar laat ons dus eerst naar het informatiecentrum gaan. In het informatiecentrum van het portaal van Vlaanderen in Terneuzen kom je alles te weten over het kanaal, de scheepvaart en vooral... Hoe werkt een sluis? Dat is een hele belangrijke vraag die gesteld wordt. Nou, wij proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen aan de hand van wat we hier in het centrum hebben. Maar wat nog veel mooier is, in de praktijk. En we gaan met de mensen dan naar de sluizen toe, met name naar de zeevaartsluis. En vertellen hun dan van hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Je kunt je vaardigheid als sluiswachter testen. Wacht, ik zit bij de verkeerde sluisdeur, denk ik. Ze denken dat schepen dat die zomaar van de Westerschelde kunnen binnenvaren in het kanaal. Nou, dat is dus niet zo. Want het niveauverschil tussen de Westerschelde en het kanaal is op sommige tijden zelfs 5 meter. Dus dat betekent dat je dus toch dat verschil in hoogte moet overwinnen. Nou, en daar is die sluis voor.
leuke is als je dit spel dus speelt, dat je op een gegeven moment een score krijgt van hoeveel ton je hebt vervoerd. Maar kijk, hij zegt al helaas veel te weinig. Ik kreeg om het diploma te halen. Het kanaal is natuurlijk zoet. Westerschelde is zout. En wat we natuurlijk niet willen is dat het zoute water in het kanaal doordringt. Daarvoor zijn een aantal maatregelen genomen. Een van de maatregelen is dat bij de Zuidbrug, dus bij, aan de zuidkant van de zeevaartsluis, het kanaal 20 meter diep is. En zoutwater is zwaarder als zoetwater. Dus dat zinkt naar de bodem, wordt daar dan weggepompt en dan weer gespuit op de Westerschelde. Het werkt heel goed. Het is wel zo dat er natuurlijk toch wel wat zoutwater kan binnendringen. Maar aan een van de dingen waar we aan kunnen merken is dat met name bijvoorbeeld er ook weer zoetwatervis in het kanaal zit. Dus dat is toch ook een teken dat, dat het toch wel werkt. En vind je deze maritieme wereld fascinerend, dan kun je hier altijd werk vinden, aan boord of aan de wal. Een bezoek aan het Portaal van Vlaanderen duurt een hele middag, maar je kan natuurlijk nog andere uitstapjes plannen in Vlaanderen of in Zeeland. Dit is onze kalender. Volgende week zaterdag kan je in Gent naar het openingsfeest van het culturele jaar Eau de Gand. Het is tegelijk ook de start van de concertreeks van het Festival van Vlaanderen. Een maand lang vuurt het festival een hele reeks klassieke, maar ook avontuurlijke concerten op je af. Van Carmina Burana in het Kuipke tot een gothic concert. Van een kids Eau de Gand tot een Venetiaans bal, dat belooft. Meer info op festivalgent.be. Zon, zee, strand en films en oude jazz. Een unieke combinatie op de festivals Film by the Sea en Jazz by the Sea op Walcheren. Het filmfestival is in Vlissingen en op sfeervolle binnen- en buitenlocaties zijn van 15 tot 20 september optredens van nationale en internationale jazzmuzici te beluisteren. Wie altijd alles zijn eigen appels heeft willen plukken, kan zaterdag 18 september in de agenda zetten. Die dag is het namelijk Landelijke Appelplukdag. Ook in Zeeland kunnen kinderen en hun ouders op diverse fruitbedrijven appels plukken, de boomgaard bekijken en van alles vragen over de fruitteelt. We verlaten het Scheldewater en volgende week gaan we op stap naar Brugge. En we bezoeken ook Oud-Vossemeer en jij mag een bezoekje brengen aan onze website, dezeeuwvanvlaanderen.tv. Tot volgende week, tot de Zeeuw van Vlaanderen.